dat? Het circus. Ik sta vandaag op het programma en jij bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en mee te doen. Klik met de muis om verder te gaan. Klik met de muis om verder te gaan. Je kunt 5 spellen doen. Soms zijn ze makkelijk, maar soms ook niet. Je ontdekt het vanzelf. Klik maar eens op een van de 5 grote gele sterren. Je ziet nu een aantal sterren. Klik op een van de gele sterren en kijk wat er gebeurt. Om het spel te starten, klik je in de ster. Als je een ander spel wilt doen, klik je ergens buiten deze ster. Je kunt dan een andere gele ster kiezen. Dit is het spel Puzzelen. Om het spel te starten, klik je in de ster. Als je een ander spel wilt doen, klik je ergens buiten deze ster. Je kunt dan een andere gele ster kiezen. Hallo, ik ben hier. Waar ben jij? Oh, je bent daar. Maar waar ben ik? Er is iets verkeerd gegaan. Al mijn foto's zijn in stukjes geknipt. Dat heeft mijn aapje gedaan, die met de schaar aan het oefenen was. Mijn hond zou dat nooit doen. Dank je, dank je, dank je. Daar zijn de stukjes. 6 stukjes van foto's. En hier komt de foto die ik graag op het plakbord wil hebben. Jij kunt me helpen om de foto's op het plakbord te zetten. Als je klikt op een stukje rechts op het scherm, dan zet ik het op de goede plek. Als je je hebt vergist, klik dan op het stukje op het plakbord. Dat stukje komt dan weer rechts te staan. Zo, we kunnen nu beginnen. Op het eerste niveau moet je 5 foto's samenstellen. Elke foto was in 2 stukjes geknipt. Maar als je wilt, kun je ook meer dan 2 stukjes gebruiken. Goed! Heel erg goed! Goed hoor. Goed, heel erg goed. Dit tweede niveau is een beetje moeilijker. Soms heb je meer dan 2 stukjes nodig om de foto weer compleet te maken.
mama. Goed hoor! Op het eerste niveau moet je 5 foto's samenstellen. Elke foto was in 2 stukjes geknipt. Je ziet nu een aantal sterren. Klik op een van de gele sterren en kijk wat er gebeurt. Dit is het spel postbezorgen. Er was eens een kleurrijk koninkrijk. Ik herinner me nog precies wie er woonde en waar. Zo zag het land eruit. Gekleurde fietspaden, een prinses, een kasteel, alles. Ik bracht er met de fiets post rond. Als de prinses een brief wilde sturen aan de draak, was dat heel gemakkelijk. Ik nam eerst de blauwe weg, dan de rode. En dan opnieuw de blauwe weg. Op hetzelfde moment komt de route die ik neem op het gordijn te staan. Je kunt dan zien dat ik begon bij de prinses, toen de blauwe weg nam, toen de rode weg en daarna de blauwe weg. Zo kwam ik uit bij de draak. Nu kunnen we samen fietsen. Je zult zien, het is heel gemakkelijk. Op het eerste niveau kun je overal naartoe fietsen. Klik maar op een van de 3 kleuren. Als je hebt vergist, klik dan op de kleur op het gordijn die je het laatst gekozen hebt. Oké! Nee, dit is niet de goede kleur. Prima! Goed! Heel erg goed! Goed! Heel erg goed! Goed hoor! Op dit tweede niveau moet je me helpen een brief te bezorgen.
Ik neem de weg van de kleur die jij aanklikt. Oh, goed zeg! Goed hoor! Oh, goed zeg! Goed hoor! Oké! Op dit derde niveau krijg je op het gordijn de route te zien. Maar er ontbreekt één kleur. Die moet jij invullen. Ja! Oh, goed zeg! Oh, goed zeg! Ja! Oké! Ja! Goed hoor! Goed hoor! Goed hoor! Goed door! Op het vierde niveau moet je de hele fietsroute van tevoren bedenken. De kleuren die je aanklikt, zie je op het gordijn. Heb je je vergist, klik dan op de laatste kleur op het gordijn. Prima! Goed! Heel erg goed!
goed. Oh, goed zeg. Prima. Goed, heel erg goed. Goed hoor. Goed, heel erg goed. Goed hoor. Op het eerste niveau kun je overal naartoe fietsen. Klik maar op een van de drie kleuren. Je ziet nu een aantal sterren. Klik op een van de gele sterren en kijk wat er gebeurt. Dit is het spel IJsbolletjes. Het is pauze. Zie je daar die beer met het ijskokkarretje? Heb jij ook zo zin in een bananenijsje? Nou, ik wel. Oh, niet één, maar twee ijsberen. Wie wil een chocoladeijsje? Volg mij maar. Zo. Nu zijn er 5 ijsberen met 5 ijskokkarren. Er is aardbeienijs, bosvruchtenijs, chocola, citroen en banaan. Mmm, lekker! Als ik van het ene naar het andere karretje rijd, wordt er een lijn getrokken. Links zie je een supergroot ijsje. De bolletjes komen in dezelfde volgorde als waarin je ze verzamelt. Leuk, hè? Door een ijsje samen te stellen, maak je een tekening op de grond. Als je je vergist hebt, klik dan aan de linkerkant op het laatste bolletje dat je gekozen hebt. Je kunt dan een nieuwe keuze maken. Laten we beginnen. Op dit niveau, het eerste niveau, kun je bolletjes ijs kiezen door te klikken op de ijsberen. Maar je kunt niet twee keer dezelfde lijn kiezen. Als je op de haan klikt of op de 5 hondjes rechtsonder, begin je een nieuwe tekening. Je kunt maar 1 bolletje ijs per keer krijgen.
prima. Deze lijn heb ik al een keer getekend. Goed hoor! Op dit tweede niveau zie je een patroon van stippeltjeslijnen. Verzamel bolletjes ijs op zo'n manier dat ik precies over alle stippenlijnen fiets. Oh, goed zeg! Deze lijn heb ik al een keer getekend. Goed! Heel erg goed! Goed hoor! Prima! Op dit derde niveau krijg je weer een patroon van stippeltjeslijnen. Nu moet je van tevoren bedenken hoe ik moet fietsen. Je moet, zeg maar, een programma maken. Klik in de juiste volgorde op de ijsberen en klik daarna op mij. Je kunt maar één bolletje ijs per keer krijgen. Oké! Heel erg goed! Jammer, maar dit is niet de goede oplossing.
Jammer, maar dit is niet de goede oplossing. Dit bolletje ijs heb ik zelf gekozen. Dit bolletje kan niet worden verwijderd. Jammer, maar dit is niet de goede oplossing. Goed, heel erg goed. Jammer, maar dit is niet de goede oplossing. Oké! Op dit niveau, het eerste niveau, kun je bolletjes ijs kiezen door te klikken op de ijsberen. Je ziet nu een aantal sterren. Klik op een van de gele sterren en kijk wat er gebeurt. Om het spel te starten, klik je in de ster. Dit is het spel Bouwen met blokjes. Hallo, wil je een gebouw maken van houten blokjes? Eerst kies je een kleur om een blok rood, geel, groen of blauw te maken. Dat doe je met de kwast en de 4 emmertjes verf. Je ziet het blokje dat je gekozen hebt nu ook onderaan het scherm. Als je hebt vergist, klik dan op het laatst gekozen blokje onderaan het scherm. Zo, laten we maar beginnen met bouwen. Op dit eerste niveau kun je bouwen wat je maar wilt. Doe je best.
Hey! Okay. Prima! Goed hoor! Hier kun je geen blokje neerzetten. Prima! Op dit tweede niveau laat mijn aapje een gebouw zien. Probeer dat maar eens na te maken.
goed hoor. Oh, goed zeg! Oh, goed zeg! Het zijn wel de goede blokjes, maar de volgorde ervan klopt niet. Heel erg goed! Op dit derde niveau laat mijn aapje weer een gebouw zien dat je na kunt maken. Maar nu moet je van tevoren aangeven welke houten blokjes gebruikt moeten worden.
Op dit vierde niveau zie je een bouwplan waarbij één houten blokje mist. Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Goed! Heel erg goed! Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Goed hoor! Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Oh, goed zeg! Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Oh, goed zeg! Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Goed hoor! Op het vijfde niveau zit er een foutje in het bouwplan. Zoek het foutje op, verwijder het en kies het juiste blokje in de juiste kleur. Oké. Ik zal nu proberen het gebouw te maken. Goed! Heel erg goed! Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Goed hoor! Oké, het zijn wel de goede blokjes, maar de volgorde ervan klopt niet.
Oké, ik zal nu proberen. Dit is niet het goede blokje. Het past hier niet. Je moet eerst het verkeerde blokje uit het bouwplan wissen. Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Prima! Oké, ik zal nu proberen het gebouw te maken. Oh, goed zeg! Op dit eerste niveau kun je bouwen wat je maar wilt. Doe je best. Je ziet nu een aantal sterren. Klik op een van de gele sterren en kijk wat er gebeurt. Om het spel te starten, klik je in de ster. Dit is het spel aardbeien plukken. Welkom in mijn aardbeientuin. Het is een heel bijzondere tuin. Er groeien heerlijke, rijpe aardbeien, klaar om geplukt te worden. Mag ik je even voorstellen aan mijn tuinman? Dat had je niet gedacht, hè? Een robot. Hij voert de instructies uit die hij krijgt. Als ik zeg, ga deze kant op, draait hij en doet een paar stapjes. Heb je die borden met pijlen gezien? Als je op zo'n bord klikt, loopt de robot de kant uit waar de pijl naar wijst. Mijn robot plukt alleen maar rijpe aardbeien. Daar is ook een bordje voor. Kijk maar eens. Hier is mijn aardbeientuin. Nu nog de trommel en een doos voor de aardbeien en we kunnen beginnen. Op dit eerste niveau moet je ervoor zorgen dat de robot alle rijpe aardbeien plukt en daarna de tuin uitgaat. Prima. Goed! Heel erg goed! Goed hoor!
Hey! Op dit tweede niveau moet je eerst alle instructies geven. Klik dan op de robot om ze één voor één te laten uitvoeren. Oké, laten we eens proberen of het klopt. Prima! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Goed hoor! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Goed! Heel erg goed! Klik op de robot om je instructie... Oké, laten we eens proberen of het klopt. Prima! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Oké! Op dit derde niveau moet je hetzelfde doen als op het tweede niveau. Alleen is de tuin nu groter. Oké, laten we eens proberen of het klopt. Ja!
Oké, laten we eens proberen of het klopt. Goed! Heel erg goed! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Goed hoor! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Prima! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Goed hoor! Op dit vierde niveau verschijnen alle instructies voor de robot op de grijze balk, op één of twee na. Kies de juiste instructie om het programma af te maken. Oké, laten we eens proberen of het klopt. Goed! Heel erg goed! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Prima! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Oh, goed zeg! Oké, laten we eens proberen of het klopt. Oh, goed zeg!
Oké, laten we eens proberen of het klopt. Goed hoor! Op dit eerste niveau moet je ervoor zorgen dat de robot alle rijpe aardbeien plukt en daarna de tuin uitgaat. Je ziet nu een aantal sterren.